als wij zo doorgaan met elkaar, voeren wij steeds minder mest aan. Onze duurzame grond wordt steeds schraler, armer en dan groeit straks niks. Wat groeit er in de Sahara? Niks! Daarom zeggen wij halveren? Nee! En dan komen ze hier in Den Haag met vergarende nieuwe meststof, een groene meststof ontdekken. Of ontwikkelen, dat maakt me niet uit. Maar als ze hier in Den Haag iets ontwikkelen, dan zal het vast stikstof zijn wat zeer traag werkt. En waar kunnen we dan mee? Nee. Juist! Dan hebben wij nog iets. Als wij met onze veldspuitenvelden rijden, overal komen de neuzen omhoog en de zaddoeken ervoor. Dat is niet iets wat wij graag willen. Ze halen ons spuitmiddelen af. Ze trekken dingen uit de... sorry, ik kom niet uit mijn woorden. Geef niks. Ga gewoon door. Ze halen onze middelen af die wij in de grond stoppen. En die wij nou kunnen bestrijden met 5-6 keer met een spuit door het veld. Willen wij dat? Nee! Willen wij andere dingen? Ja! Wat? Geen gezeur, geen papieren, geen dingen bijhouden. Ja, diefstal hoor ik hier. Ja, sorry, ik heb dit een beetje professorisch voorbereid. Ik was vorige week donderdag gewoon een aardappel gooien en ze vroegen van, goh, zou je wat willen vertellen? Ik zei, oh, dat kan. Oh, daar sta ik hier. Even kijken. Dan heb ik nog iets, als je vrije handelsverdragen hebt, wij willen geen handelsverdragen, maar zijn ze er wel? Laat dan de middelen en producten die in de supermarkt liggen, onder dezelfde maatstaven laten produceren als wij dat ook moeten. Wat een saamhorigheid, hè? Dit geeft ons wel moed om vooruit te gaan. Nou, dat waren wel een beetje de punten die ik zo op papier had. Sorry. Nee, je hoeft je niet te excuseren voor een eerlijk verhaal en geef deze akkerbouwer die het de waarde van mest onderkent een hart applaus. Meer als verdiend en gewoon recht uit zijn hart. Dan gaan we direct door met een andere sector die zeker de waarde van mest zal onderkennen. Dan hebben we hier Johnny Hogekamp.